Bovenop de Grebbeberg bij Renen ligt het militair ereveld Grebbeberg. Het is de eerste oorlogsbegraafplaats van Nederland en het is ook de laatste rustplaats van meer dan 400 Nederlandse soldaten. Zij kwamen om het leven tijdens de slag om de Grebbeberg die tussen 11 en 13 mei 1940 plaatsvond. Maar wat was er zo bijzonder aan deze plek? In deze video zoeken we dat uit. Toen op 1 september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, voerde Nederland net als in de Eerste Wereldoorlog een neutraliteitspolitiek. Nederland koos geen partij in het conflict, maar desondanks besloot de Nederlandse regering wel het leger te mobiliseren. Zoals mijn opa, een van de 280.000 soldaten die werden opgeroepen. Met luitenant-generaal Isaac Herman Reinders als opperbevelhebber van de strijdkrachten moesten de soldaten zich klaarmaken voor een eventuele Duitse aanval en op strategische plekken in het land verdedigingslinies aanleggen. De Peelraamstelling moest een eventuele opmars in Brabant tegenhouden, de nieuwe Hollandse waterlinie was bedacht om steden in Holland en Utrecht te beschermen, en de Grebenberg op de Utrechtse heuvelrug was een voorverdediging van de Hollandse waterlinie. Maar tussen de minister van Defensie Dijkshoren en generaal Reinders ontstonden spanningen. Zo waren ze waren het niet eens over de strategie die Nederland zou moeten voeren. De spanningen liepen zo hoog op dat Reinders op 5 februari 1940 werd ontslagen en hij werd opgevolgd door generaal Henry Gerard Winkelman. De verdedigingslinies waren niet voor niets aangelegd, want op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Daarmee begon de Tweede Wereldoorlog voor ons land. Op de Grebbeberg begonnen de gevechten op 11 mei 1940. Nederlandse soldaten schoten met kanonskogels op de Duitsers die op het lager gelegen gebied voor de berg waren aangekomen. Ze slaagden er die dag in om de Duitsers van zich af te houden. De volgende dag, eerste Pinksterdag, konden de Nederlanders het niet meer bolwerken en drongen steeds meer Duitse soldaten door de Nederlandse linies heen. Dat was op zich niet zo vreemd, want de Duitsers waren met meer, zo'n 23.000 tegen 15.000 soldaten, en hadden ook betere wapens. Desondanks was het geen gemakkelijke klus voor het Duitse leger. Want ondanks de Duitse opmars vochten de Nederlandse soldaten door. De Duitsers constateerden dit ook, en in Duitse oorlogsverslagen uit ze hun bewondering over het weerwerk van de Nederlanders. Maar toen op 13 mei duidelijk werd dat de Duitsers niet meer tegengehouden konden worden, trok het Nederlandse leger zich terug achter de nieuwe Hollandse waterlinie. Tijdens de slag op de Grebbeberg kwamen veel soldaten om het leven. Zo'n 425 Nederlanders en 275 Duitsers vonden in deze drie dagen de dood. De Nederlandse legerleiding zag nu in dat een definitieve nederlaag niet lang meer op zich zou laten wachten. Vandaar dat winkelman koningin Wilhelmina en haar familie adviseerden om Nederland te verlaten. Op 13 mei vertrok de koninklijke familie naar Londen en een dag later werd Rotterdam door Duitse vliegtuigen gebombardeerd. Toen de Duitsers dreigden ook andere Nederlandse steden te verwoesten, gaf Nederland zich op 15 mei 1940 over. In de oorlog gaf Duitsland toestemming om herdenkingen te organiseren op de Grebbeberg voor alle gevallenen. Niet alleen de omgekomen Duitsers werden geëerd, maar ook de gedode Nederlandse soldaten. Na de oorlog werd dit gezamenlijk herdenken gestopt en was er alleen nog aandacht voor de Nederlandse doden. Er werd geld ingezameld voor een monument dat door architect Oud en beeldhouwer Jon Redekker is ontworpen. Op 4 mei 1953 werd het monument, dat bestaat uit een sokkel, met erop twee liggende leeuwen die bij een kruis liggen, onthuld. De leeuwen symboliseren de overwinning op de dood en het vertrouwen op de vrijzenis en het eeuwig leven. Op de sokkel staat de tekst: Den vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood. Deze zin verwijst naar het Wilhelmus. Aan de overkant van de weg staat een klokkentoren waarop de tekst: Vijf dagen en de vrijheid ging verloren, vijf jaren. En eerst toen werd zij herboren, zo moeizaam triomfeert gerechtigheid, aan dit besef zij deze grond gewijd is te lezen. Al deze zaken dragen tot op de dag van vandaag bij aan de herdenking van de slag om de Grebbeberg tussen 11 en 13 mei 1940.